Zo vind ik hem ook mooi, de tune van de klassieke. Hier live in de studio gespeeld door Marietta Petkova. Petkova moet ik zeggen, Marietta, maar daar gaan we het zo over hebben. De chaconne voor klaversymbool van Georg Friedrich Händel. Thank you.
Ja, hier zou nu een daverend applaus op moeten volgen. Maar ja, ik heb mijn handen vol en we zitten hier in de studio. U hoorde de chaconne voor klaversymbool van Georg Friedrich Händel, uitgevoerd door Marietta Petkova op een piano. Is dat een groot verschil met een vleugel? Het is een groot verschil, ja. Je moest hem zelfs uitpakken, hè? Ja. Ja, ik vond de pedalen waren nog gezeild. De folie was nog erop. Ja, dat hoorde ik. Wel grappig. Het was te meer. Ja, het is een nieuw wezen. Ja, het is te meer grappig, moet ik eerlijk zeggen. Omdat hij hier al anderhalf jaar staat. En er al een heleboel mensen op gespeeld hebben. Die dus niet hebben gehoord dat de pedalen nog gesield waren. Heb jij zulke gevoelige voeten? Ja, waarschijnlijk gevoelige voeten en oren. En oren, ja, nou goed. Het is eigenlijk gênant. Maar we zullen het er niet verder over hebben. Je vindt het grappig, ja. Ik las in een. Wij kennen elkaar. En overigens moet ik even zeggen, vandaar dat ik je zeg. Ik las, zij speelt niet de noten van de componisten, maar hun innerlijke gemoedstoestanden. Las ik in een recensie. Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden. Ik bedoel, als iemand tot hart en ziel van de componist weet door te dringen die ze probeert te spelen, dan ben jij dat. Maar hoe doe je dat? Ja. Ik heb geen vast recept voor. Maar ja, voor mij is het duidelijk dat die noten. Ik wil niet de noten spelen. De noten, het is een. Het is een overgang. Ik wil achter de noten komen. En de weg terug bewandelen. De weg terug naar wat het voor de noten was. Wat zich in de componist heeft afgespeeld voordat alles op papier kwam. Maar, bedoel, dit zijn vaak oude werken, je kunt het hem niet meer vragen, dus hoe doe je dat dan? Ja, door zo goed mogelijk die noten te kennen, de partituur te kennen, te weten wat het eigenlijk staat, wat het echt is, en niet zoals het zou moeten zijn. En vanuit daar, ja, het belangrijkste staat toch niet in de partituur uiteindelijk. Die is ook niet zichtbaar, dat moet je ontdekken. Ja, dat ontdek je met je hart. Dat ontdek je met je hart. Ja, daar gaat het dus om. Welke componist ben jij, of kun je dat niet zeggen, is het niet één componist met hart en ziel toegewijd? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ja, als ik zo aan denk, Bach. Altijd. Waarom? Waarom? Ja, ik zou je vertellen, er is één stukje die bij mij zoveel teweeg heeft gebracht. Het adagio uit die orgeltoccata. Het is een kort stuk. Dat ik denk van ja, dat het is altijd raak als ik hem speel of als ik hem hoor. En de geschiedenis achter is ook bijzonder. Maar dat is bijvoorbeeld zo'n stuk. Dan denk ik onmiddellijk aan Rachmaninoff ook. Dat kan ik niet zeggen. Bijvoorbeeld het tweede deel van de derde pianoconcert. De muziek is zo direct, ontkom je niet aan, het is meteen raak. Je hebt nu een nieuwe cd uitgebracht, getiteld 2012. Dat zijn allemaal live stukken die je dit jaar hebt gespeeld, klopt dat? Ja. En daar staat Rachmaninoff ook op. De etude tableau, een aantal etude tableau, want hij heeft er ontzettend veel geschreven. Opus 33. Het thema van de cd is vergankelijkheid, las ik. Hoezo? Ja, wij zijn helemaal vergankelijk. Alles is vergankelijk, de cd's ook. En dat is een poging om toch iets anders toe raken of te vangen. Muziek kun je niet conserveren eenmaal. Zelfs bij de beste digitale techniek gaat de belangrijkste informatie verloren in feite. Maar het is net als bij een mooie foto van een beleefd moment. Als de foto mooi en bijzonder is, dan roept een nieuwe beleving op. Dan kan je vaak naar kijken. Ja, en dat. Ik hoop dat meisje dat bij de luisteraar die werking zullen hebben. Oké, dan gaan wij kijken of deze emotie bij ons nu wordt opgeroepen als jij de tweede etude tableau gaat spelen, opus 33 van Sergei Rachmaninoff.
de tweede etude tableau, opus 33 van Sergei Rachmaninov, hier in de studio live gespeeld door Mariette Petkova. Dank daarvoor. Dank dat je hier was. Jij speelt overmorgen volgens mij in Norg, klopt dat? Ja. Zondagmiddag in Norg, de Margaretha-kerk. Gaat allen. Dank je wel.